Dit is nieuwsuitzending nummer 148. En het gaat over Rulers of Evil. Momenteel staat nummer 2 daarvan te exporteren. En ik dender gewoon door. Dit heb ik uitgelegd in nummer 2. Dit is het Tiber. En daar zit Vaticaanstad. En Vaticaanstad, daar zie je ook een duidelijke muur omheen liggen. Zie je dat? Dit is Google Maps, hè? Ik zit niet conspiracy hoaxen, ben jij gek? Opzij trekken, kijk, dat kan je beter zien, hè? Daar is die muur, man. Daarbinnen ben je veilig. Tenminste, ja, wat je maar onder veiligheid acht. Terug naar waar we waren. Hier ben ik gebleven. Uitvergroten. Ik kan nog even kijken of ik dan kan ik hem makkelijk. Ja, ik kan eventjes naar de voorpagina gaan. Oeh, ja. Oh ja, moet, ach nee, dat is wel een beetje jammer. Maar dit is het boek. Oh, waar waren we nou? Ze is te ver. Hier waren we. Dit heb ik de vorige keer voorgelezen. Het land wat we tegenwoordig kennen als zijnde het district van Columbia droeg de naam Rome. In 1663 gevonden in het kadaster. Dat kan je korter zeggen op zijn Nederlands, maar dit is Engels. En de aftakking van de Potomac rivier, die langs Rome, tussen aanhalingstekens, stroomde aan het zuiden, dat noemden ze Tiber. Nou, die informatie is dus gerapporteerd in dat ding van de Katholieke Encyclopedie. Hè? En het artikel ging over die jongen van die Carroll-familie. Even kijken hoor. Kijk, de artikel. Het artikel dat. Waarin staat dat het heel erg belangrijk was voor katholieken. In de editie van 1902. Dat artikel is verwijderd van de nieuwe katholieke encyclopedie. Uit 1967. Ja, sorry dat. Daniel Carroll was een Rooms-katholiek. Hij was een lid van het congres. Hij kwam uit Maryland en hij heeft twee belangrijke documenten, fundamentele documenten van Amerika ondertekend. De artikelen van de federatie en de grondwet van de Verenigde Staten. En Carroll, die Daniel Carroll, was een directe afstammeling van de Calverten, een katholieke familie die door koning Charles de Eerste Marialand hadden gekregen als een feodale baronie. Daar zit hem, het feodale. En Carroll, de Dean Carroll. Dean Carroll kreeg zijn onderwijs in het Jezuïtencollege van Sint-Omer in Vlaanderen. Ja. Dat is België dus. Waar jonge Engels sprekende katholieken
Klopt dat nou? Waar jonge were trained, ja dat klopt nog, hè? Were trained, zijn opgeleid in een variëteit van aanvalstechnieken om het Rooms-katholicisme te laten winnen tegen de protestanten. In 1790 heeft president George Washington, en dat was een protestant, heeft hem aangewezen om een commissie te leiden van 3 mensen om land uit te kiezen voor de federale stad. En die moest er komen volgens de grondwet. En van alle mogelijkheden koos de commissie Rome, die destijds bestond uit 4, boerderijen zou ik niet zeggen, maar mansions of zo, landbouwgebieden. En één daarvan behoorde toe aan Daniel Carroll. En het was op zijn boerderij of mansion, dat was echt niet zo'n Drentse kotje hoor, met deze ook weer bovenop die huisjes leggen voor de warmte. Zo'n modderboerderij, dat was het niet hoor. Maar bij Carroll dus, hè, dat de nieuwe overheid koos. Het was daar waarvan de nieuwe overheid besloot dat daar het meest belangrijke gebouw moest komen te staan. The Capitol. Het kapitool. Die arme Amerikanen. Ik ben mijn wekker vergeten te zetten. Dat stopt me. Voor mijn eigen straf trek ik er gewoon 15 minuten van af. Dan hou ik deze lekker kort. De Amerikaanse hoofdstad, want de Capitool is een hoofdstad. Abounds is overgeven met aanwijzingen van zijn Romeinse afkomst. Nou, knoop het in je oren. Houd het echt in de gaten, dat is erg belangrijk. Je hebt Babylon. Maar Babylon, dat metasteert. Een metastase, dat is een kankerbegrip. Je hebt een benigne kanker, dat is gewoon een vrat of zo, een bolletje ergens, een knobbel. Ja. Snijd er niet uit, want een. Of je doet het wel. Of je doet van het. Je hebt zo'n plantje hier in Nederland. Dat is iets van goudbloempje of zo. Kan je er ook op smeren. Maar je hebt ook kankers. En die metasteren. En die zetten je hele systeem in vuur en vlam. Of in die zin van niet in vuur en vlam. Het metasteert. In Babylon is. Doorgedenderd naar Rome en van daaruit doorgedenderd naar Amerika. En wij gaan iedereen die een Amerikaans accent heeft, die gaan wij verwijten dat ze de Vietnamoorlog begonnen zijn. Nee, dat was Babylon. Gaat hier door, ik ga weer voorlezen. Vrijheid. Oh, hij is een beetje. Oh jee, hij is echt ziek. Niet meer. Even zo dan, hop. En dan zo terug. Ja, oké. Niet opgeven. Nee, gaat hij weer fout. Fokker die fok. Nee, mijn Mac gaat echt helemaal naar de kut. Oh, sorry dat ik kut zei. Ik bedoel de kloten. Maar ik kan het zelf zien. Dit is echt niet goed. Ik doe gewoon dit.
Je ziet hem aan mijn huis, kom op. Oh, zo gaat het wel. Oké, dat is ook goed, ja. Vrijheid. De Romeinse godin, wiens beeldwerk de kroon is van... Oké. Dus hij bedoelt dus dit. Even terug. Even kijken hoor. Dat jullie dat goed... pagina 5, ja? Er was zo'n beeld... Ja, hier. Hiervan dacht ik... Dit was een man. Dat is dus geen man. Daar staat een vrouw. En dat is zo gemeen aan het katholicisme. Dat ze de vrouwen tot godin verklaren. En dan jij godin achter een muur, al je haren eraf. En weet je wat er allemaal gebeurd is met die vrouwen? Die allemaal een geloof opgediend krijgen. Van ja, wij vereren de vrouw, dus wees eens vrouw. Het is heel gemeen wat ze met die vrouwen hebben gedaan. Want er wordt er gezegd van, ach, van die nonnen wordt alleen maar het bovenhaar geschoren. Oh ja joh. Volgens mij ook het okselhaar. Daar heb je twee vormen van. Je hebt dus het rechter okselhaar en het linker okselhaar. Dat moet er ook af natuurlijk. Ja. Nou, dan heb je dus drie haarpartijen gehad. En welke haarpartij gaat er dan ook nog van af? Ik ga het niet zeggen, maar ik heb het wel gezegd. Niet dat het niet mag hoor, als je dat graag wilde. Ik vind het wel wat best. Doe het in je eigen tijd. Hè. Geen enkel probleem. Sorry. Goed, dit hebben we nou gehad. Hè? De Romeinse godin. Die de kroon is op de dom. Hè? Die is gemaakt in Rome. In de studio van een Amerikaanse beeldwerker. Genaamd, dat maakt niet uit. En we zien een heel pantheon, dat is een menigvuldigheid van goden, van Romeinse godheden. In dat grote, in het fresco, die aan de binnenkant van de doom zit. Een doom, dat is een soort koepel. Hè? En wat zie je dan? Persefone. Ceres, Freedom, Vulcan, Mercury en tevens een tot godheid verheerde George Washington. En deze beelden zijn gemaakt door de Vaticaanse artiest, la 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 la. Dan weet je hoe laat het is. Ik had een leuke discussie, een paar jaar terug, 3 jaar terug, met mijn stiefvader. Mijn vader is dood en voor die tijd waren mijn ouders al gescheiden. Ik heb een aantal stiefvaders gekend en die stiefvader van nu nog steeds, die zat me uit te lachen. Dacht jij dat het communisme nog bestond? Hij was ervan overtuigd dat met de val van de Berlijnse muur, dat er één grote democratie, het was allemaal over. En dat is niet waar. Die Berlijnse muur, die moesten ze laten vallen. Ze hadden geen keus. En ze hadden hem trouwens ook gemaakt om hem te laten vallen. Ze hebben gewoon hun moment af zitten wachten. En toen hebben ze tegen het volk gezegd, hier heb je een paar sloophamers. Ga jezelf wild te buiten op het neerhalen van een stukje beton. Iedereen blij.
die westerlingen van Duitsland, die hebben het wel geweten hoor. Want toen die Ossies kwamen, die waren zo arm als de raven, man. Toen hebben, dat heette distribution of wealth. Want die West-Duitsers, die hadden, ja, die maakten Mercedes'en, Audi's, enzovoort, enzovoort. En ze spelen met ons. Ik ga hem hier afsluiten. Want ik ga richting de 5 minuten. Een Capitolum, ik lees even, ik pak er een paar stukjes uit. Hè. Capitolum. En dat behoort toe aan Jupiter en zijn priesters. En de mascotte van Jupiter was een adelaar. Die de stichtende vaders, dat waren trouwens ook allemaal in Krausel, hun mascotte hebben gemaakt. Ook. De Romeinse adelaar staat op de governing idol, wat is dat dan weer? Het beeld van de Amerikaanse. Ja, de Romeinse adelaar is het beeld van. Is het idool van de overheid. Van de. Het huis der vertegenwoordiging. De Tweede Kamer, zullen we zeggen. Dat klopt. En heb je Amerika's nationale motto, Anuvet Coeptis. Dat kwam van een gebed tot Jupiter. En het komt voor in boek nummer 9 van Vergils epische propaganda. Epische betekent ontzettend goed. Zijn toppropaganda. De Aeneid. Er was een gedicht uitgebracht vlak voor de geboorte van Christus door Caius Maecenas, de multibillionair achter Augustinus. Augustinus moet ik zeggen. Ken ik. Oh, Augustinus Caesar, oké. Okay. Het doel van het gedicht was om Rome te maken tot een wereldoverheersende imperiale monarchie waarvoor haar burgers zich graag zouden opofferen. Daar heb je hem. Fascisme, ik lees weer even voor. Hè. Fascisme lijkt een lelijk woord voor velen, maar is het probleem. Nee, staat niet goed. Fascisme mag dan een lelijk woord zijn, maar haar emblemen zijn kennelijk helemaal niet bedreigend tot niemand. Het embleem van het fascisme, twee daarvan, het embleem van het fascisme komt in twee. Commands, wacht even lezen. Ja, dat staat hier. Deze dingen, dat heb ik al eerder laten zien in een andere uitzending, maar dit zijn de fascus. Dit is de linker fascus en dat is de rechter fascus. En daar zit dus een bijl in. Hè. Dit is Hully idee. Dit zijn de rulers of evil. Dit is een heel goed. Kijk, dit moet je in de gaten houden. Pontifex Maximus. Supreme Bridge Builder. Kijk, Pontifex is een bruggebouwer. En Maximus is de allergrootste. De ultieme. Dus de ultieme bruggenbouwer. Er is maar één iemand die ons verenigt. En dat is meneer Pontifex Maximus.
En dan zegt hij hier, heden ten dagen, is dat Johannes Paulus de Tweede. Dat is de opvolger van Johannes Paulus de Eerste. En die heeft 33 dagen mogen dienen. En uit respect hebben wij zijn lichaam gedumpt, net als dat van Osama bin Laden. Namelijk zonder onderzoek. Want Osama bin Laden was een Arabier. En iedereen weet dat Arabieren worden altijd in de zee geworpen, toch? Ja. Want daar in Saoedi-Arabië had je dus lang voor de tijd van Adolf Hitler. Adolf de Vier, Adolf Hitler heette hem. Hij is hem. Schud ik hem voor mijn Deutsche. Maar Adolf Hitler, die had er van die mooie wegen aangelegd. Hè. Ja, toch? Met de A1 en de A1 en zo. Ja, in Saoedi-Arabië hadden ze het al lang, jongen. Iedereen die daar dood ging, die werd gewoon enkele reis naar Jemen. En dan helikopter daar en dan werden ze gewoon in de zee gesmeten. Dat weet iedereen toch? Ja, kom op, moet ik de geschiedenis van jullie gaan lopen herhalen? Maar dat was Johannes Paulus de Eerste. Die hebben ze ook gewoon... Nee, niks aan de hand, niks aan de hand. Dit is een paus dood. Hier is gewoon John F. Kennedy. Die Johannes Paulus de Eerste dan, hè? Deze niet. Die ging toen dood en er kwam de hele familie Clinton en de hele familie Bush en... Er was ook een heel mooi beeld, er was ook een voorpagina in de krant. En dat je dacht van ja, nou is de oorlog voorbij. Want de familie Bush en de familie Clinton, die zitten samen te kijken naar het stoffelijk overschot van de onfeilbare mens Johannes Paulus II. Ja, de oorlog was natuurlijk niet voorbij. Hè? Die was alleen maar begonnen. Kijk, dit is een heel mooi begrip voor jullie ook, voor iedereen die van geschiedenis wil leren. Papa Nero. De zwarte paus. Dit wordt ongelooflijk interessant. Want iedereen kent dus de witte paus. Dat is dan deze. En tegenwoordig hebben wij een paus en die heet Jorge Mario Bergoglio. En onder zijn neus, hè, terwijl hij de stank van de excrementen rook... En zich daarop aftrok of zo. Met een koordinaartje. Zo. Dat was een Black Pope, hè? En momenteel hebben wij een Black Pope als White Pope. Want in de tijd van Johannes Paulus II hadden we dus een Jezuïet uit het westen van Brabant. Noord-Brabant noemen wij dat. Hier in Nederland. In de buurt van Zeeland. En hij was de zwarte paus. En hoe heette die man ook alweer? Dat komt misschien in dit boek nog wel terug. Maar dat was een Hollander. En een Jezuïet. Ik sluit af, dan ben ik mooi bij pagina 6, dat is wel een goed einde. Later zal ik laten zien dat er een controversiële hypothese is. En die is dat de zwarte paus regeert door aanwijzing van God. En hij is ultiem goed voor de mensheid. De zwarte paus, papa. De zwarte paus is het ultieme goede voor ons. En jullie zeggen misschien, ik heb geen last van de paus. Ik kijk naar de kont van Miley Cyrus. En ik vind het wel geil.
Het domme is dat dat niet geil is. Dat is de paus. Wel, als jij naar Miley Cyrus kijkt, of vroeger naar Hannah Montana, of die andere bullcrap. BC. Bullcrap is BC. Dat is before Christ. Snap je de grap? Je moet je daarvan onthouden. Het mag niet anders. En dat gaat Frederik de Persoorsi jullie posthum uitleggen middels mijn woord in het Nederlands. En als je mij niet vertrouwt, dan ga je maar naar Jurk Gliesman luisteren. Of Tom Frass. Of Richard Bennett. Of Jimmy Cerucci. Iedereen citeert dit werk. Want dit is er aan de hand en ik wil geen gezeik meer over Auschwitz. Ik ben het totaal beu. Het is gewoon afgelopen ermee. Ze hebben de Joden te grazen genomen. En de Zigeuners. En de Sinti's en de Roma's. En de kampers. En iedereen die maar vrijdenkend was. En het idee had van nou, volgens mij ben ik een kind van God. En de rest kan je mij de pot op. Nee, ik ben een kind, zo rijmt hij. Ik ben een kind van God en voor de rest kan men de pot, nee, kan men op de pot, ja, zo moet je zeggen. Ik ben een kind van God en voor de rest kan men op de pot, ja. Ja, de pot op moet je eigenlijk zeggen, maar dat rijmt niet. Maar als je zo bent, krijg je ruzie met deze lui. Maar die komen achter je aan, jongen. En je moet je bewust zijn van die sublimale werking. We zijn op pagina 1. Hè? De sublimale werking van die lui. Ze werken onderhuis. En jullie, je mag veganistisch worden. Je mag, als je maar gaat eten wat je lichaam past. En wat je budget kan betalen. En dat je dankbaar bent voor je eten. Het vroege protestantisme stond erop dat er voor het eten gebeden werd. Dank u vader voor deze spijzen. Geef ons heden ons dagelijks brood. Dat had je toch gesmeekt. Nou, je hebt het gekregen. En nu? Ga je mopperen? Te veel kaas op de tosti? Je moet dankbaar zijn. En deze lui, die zitten ons een leven op te roepen. Ja, je moet 2 keer in de week seks hebben met je vrouw. En dan, papa. En je mag er niet aan meedoen. En, en als je het ontkent, want dat is het volgende probleem. Hè? Je kan het dus op 2 manieren, kan je deze lui helpen. Alleen maar 2, ja. Wie dem teufel, hè. En de ene manier waarop je ze kan helpen, is dat je mee gaat doen. Dan zeg je, oké, ik heb er nog eens over nagedacht, maar misschien is seks met een baby ook wel lekker. Ik wil het een keer meemaken. Ja. Ik maak het verhaaltje niet af, maar dat kan je dus ook doen. En dan help je ze. De andere manier om ze te helpen, is dat je ontkent dat ze bestaan. En je gaat als een of andere Teletubby in Lalaland een beetje, oh, ik heb een tv in mijn buik, oh, daar is Po, oh, een heuvel, oh, wat leuk. Er zijn 2 manieren om deze mensen te helpen. En jij kiest maar welke manier je wil. Er is ook nog een manier waarop je zegt van nou, ik negeer ze gewoon. Ik weet dat ze echt bestaan. Ik weet dat ze zijn. En ik trek me er niks van aan. En dan lijkt het alsof je ontkent dat ze bestaan. Maar in mijn hart, in mijn ogen, weet jij dat ze er zijn. En jij kiest je eigen weg. Je hoeft niet, net als ik, ook nog een uitzending te maken over Rulers of Evil. Dat heb ik al gedaan in het Nederlands en Jurk Gliesman als Deutsche. De volgende stap moet gezet worden.
We hebben onze kinderen om voor te zorgen. Was het maar niet zo, hè? Was iedereen maar lesbisch, behalve de kerels, hè? Heb je geen kinderen meer. Maar dan is het ook afgelopen hier. Wat kunnen we anders doen dan nieuwe mensen maken? Wij hebben geen keus, mensen. Wij moeten komen tot dat wat echt waar is. En is het maar oude meuk en dat je denkt van, oh, fokkie fok. Ik dacht dat mijn pensioen gegarandeerd was. Ja, dat is het dus niet. Hè. Het enige pensioen wat je hebt, dat is bij me pro. Ik ga terug naar de afsluiting. Dus dat wordt het zo nieuwsuitzending nummer 148. En daarvan nummer 3 of 2. Dat maakt niet meer. Maar op zijn hamburgers weet ik het wel te zeggen. Tjus. Een dag lief wat ze.